Een team dat dus een play-off 1 plek ambieert. Hong. Sanwazer. Veel volk in en rond het 16 meter gebied. Hong maakt de diagonale oversteek zonder bal. Ligt nu goed achteruit op bij Piatkowski. Heeft alle tijd om een goede voorzet af te leveren. En dat is ook een uitstekende voorzet. Fantastisch binnengewerkt met de kop door de Saar. En zo toch Gent op voorsprong. Ze hebben veel minder kansen nodig gehad. Nu dan bedoel ik niet de kant van hun club, maar vooral aan de zijde waar zij zitten. Het is fantastisch met de nekslag afgewerkt. Onhoudbare kanonskogel van de middenvelder van Gent. De Saar die zijn tweede van het seizoen scoort na een doelpunt tegen Cercle.